Stille tocht voor Gianna Gianna Damhuis, 2012-2022 Op 10 januari zou Gianna 15 jaar geworden zijn. Helaas is haar mooie leventje van haar afgenomen. En wordt het geen feest, maar organiseren wij voor haar een stille tocht, ter nagedachtenis aan onze lieve, spontane, altijd goedlachse Gianna. 10 januari om 7 uur in de avond verzamelen wij ons op, op het Lindenplein voor het gemeentehuis. Er worden geen ballonnen opgelaten. De vraag van de moeder om gewoon een kaarsje voor haar te laten branden. Van, van daaruit lopen wij naar haar favoriete plekje en nemen we samen afscheid. Onze vraag naar jullie om de moeder en familie op dat moment de rust te geven. Brigitte en Sam @stadjeoutlook.com. Voor aangegeven met hoeveel personen u komt. Zo kunnen wij in samenwerking met de gemeente Brunsum inschatten wat er geregeld moet worden. Graag dit bericht zoveel mogelijk delen. Hieronder kunt u lezen wat er is gebeurd. Wilt u op de hoogte blijven van vermiste personen? Abonneer dan alstublieft ook op ons YouTube kanaal, want ze kunnen en mogen niet gemist worden. Dank u wel.